Goedenavond, welkom bij Greenport Live. Deze keer over vitale teelt hyacinth. Fijn dat u bij ons bent, dat u meekijkt en meeluistert. We hebben mogelijkheid tot interactie. Dat kunt u doen via de chat. Stel vragen die u heeft, stel die daarin. Mijn collega Eva filtert die. Dat wil zeggen dat ze de vragen waarvan ze denkt die zijn handig om nu live in de uitzending te laten beantwoorden, dat ze die doorstuurt naar ons toe. En vragen die of te ingewikkeld zijn om te beantwoorden of waarvoor we meer tijd nodig hebben, stel die ook. Maar die gaan we dan niet live hier behandelen met onze gasten, maar daar komen we op een later moment op terug. Mijn naam is Andries Middag. Ik werk bij Greenport Duin en Bollenstreek. En het onderwerp wat we vanavond hebben is een interessant onderwerp, maar voor onze Greenport ook een ingewikkelde. Ik ben daarom blij dat ik vier gasten heb die daar veel meer van weten dan ik zelf. Zij komen vanavond in het aankomende uur achter elkaar en soms gelijktijdig aan het woord. Als eerste is dat Piet van der Poel, staat hier naast mij, en Wouter Groening. Met hen gaan we praten over het, hoe het zo gekomen is, hoe is het project tot stand gekomen en ook wat zijn de eerste resultaten zover. We hebben tussendoor ook een filmpje, ongeveer 5 minuten... waarin we iets laten zien van die eerste resultaten. Dus het is niet alleen maar gesproken woord in onze hoofden, maar ook wat beelden van hoe ziet het dan eruit. Op het moment dat deze twee heren dat we het gesprek gevoerd hebben, gaan we ook toe naar de praktijk met twee heren Bollen-Telers. Die ziet u nu niet in beeld, maar die komen op dat moment wel in beeld. We houden ons in deze studio aan de voorschriften voor corona, dus we houden afstand van elkaar. Vandaar dat we ook op dit moment maximaal 3 mensen gelijktijdig in beeld brengen. Dat is de reden. Wat ik aangaf, ongeveer 1 uur. We hebben iets meer tijd als we voor 1 uur klaar zijn. We hebben alle relevante vragen behandeld. Stoppen we eerder, maar we denken dat we met het programma zoals we dat voor u samengesteld hebben, ongeveer 1 uur nodig hebben. Dat hebben we samengesteld met een aantal partijen. Ik noem Wageningen Universiteit, waar Wouter ook bij werkt. Die komt zo ook aan het woord. En ik noem ook de KAVB, de belangenbehartiger voor de bollenkwekers. Komt verder niet aan het woord in de zin van een van de sprekers hier, maar heeft wel met ons mee dit bedacht. Nou, tot zover even de uitleg over wat we met elkaar gaan doen het aankomende uur. Ik ga naar onze eerste spreker toe en dat is Piet van der Poel. Piet, welkom hier. Fijn dat je bij ons bent. Dankjewel, Andries. Zeker in onze regio kennen we jou als een man met veel petten. Dat is denk ik een compliment voor je, dus niks om je voor te schamen. Maar het is wel goed, denk ik, om even te zeggen, met welke pet sta je hier? Nou, dat is heel kort. Hyacinth loopt als een rode draad door mijn leven heen. En ik ben natuurlijk kweker geweest en 5 jaar geleden gestopt. Ik was zelf met ons bedrijf, waren wij onderdeel van Markglorie. Markglorie aandelen hebben we toen verkocht. En ik was heel blij verrast dat ik 3 jaar geleden als voorzitter gevraagd werd van Markglorie om toch weer wat te kunnen doen voor die hyacinten. Dus ik sta hier als voorzitter van Markglorie. Markglorie is een partij die deelneemt binnen het project als penvoerder. Markglorie is een veredelingsbedrijf in samenwerking met Hobeho. Oké. En voor die mensen, want we hebben over de 100 meekijkers en die zullen niet allemaal meteen weten wat een veredelingsbedrijf is of doet. Kun je daar kort iets over zeggen? Ja, daar kan ik een veredelingsbedrijf, en dit gaat specifiek over de hyacinten, die veredelt die hyacinten. Dat betekent dat wij dus proberen nieuwe soorten te kruisen waar die mooier zijn, vernieuwend zijn en waar ook eventueel, we zijn ook bezig met resistentie om te kijken of we minder pythium en andere ziektes in kunnen kruisen. Oké, mooi. Dankjewel. Nou, jullie zijn, zei het al, hè, jullie zijn penvoerder van dit POP3 project. Een project met subsidie door de provincie Zuid-Holland. Kun je iets uitleggen over hoe het zo gekomen is? Waarom zijn jullie die penvoerder of waarom hebben jullie dit project aangevraagd? Nou, wij hebben in samenwerking met 11 partijen is dat aangevraagd. Daar stond ik met Arno Verkleij. Die was mede-organisator en dit is mijn rechterhand binnen Hobeho en binnen Markglorie. Zaten we bij deze sessie en vervolgens werd er gevraagd wie het penvoederschap op zich wil nemen. Nou, daar heb je een bepaalde expertise voor nodig, want het gaat natuurlijk om de centjes en die moeten netjes verdeeld worden.
En in ieder geval moet alles goed kloppen. Daar hebben we wel een bureau voor ingehuurd, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt nu bij Mark Glory. En dat hebben wij op ons genomen omdat wij vonden dat dat project doorgang moest vinden. En wij zijn vooral ook geïnteresseerd in resultaten vanuit Mark Glory, omdat wij dat... Wij kunnen ook onze kennis van Mark Glory inbrengen, maar ook Hobo heeft de kennis en de know-how om dat penvoerderschap uit te voeren. Dus vandaar dat wij gezegd hebben, wij gaan hier aan deelnemen. En is er dan voor jullie zelf, je zegt in zijn algemeenheid kennis, en dan, je hebt het gezegd over de doelen die je met Mark Glory hebt, is er dan een specifiek doel in dit project waarvan je zegt, nou, daar willen we, of als consortium of als Mark Glory zelf, hopen we daar een voordeel mee te doen of dit hopen we eruit te halen? Nou ja, het is natuurlijk altijd fijn als je aan de voorhand zit van nieuwe ontwikkelingen. Zeker met een veredelingsbedrijf. Het is goed om te weten wat er in de pijplijn zit. En wij kunnen ook onze kennis overdragen aan het project, omdat wij toch meer inzicht hebben, omdat wij in het veredelingswerk zitten. En vanuit Hobo wordt er ook gezocht naar andere methodes om eventueel resistentie in te kruisen. Dus dan kunnen we misschien ook een andere weg bewandelen om die hyacinteteelt innovatiever te maken. Oké, dus je doel is innovatiever en dan is dit het project wat je dan hier doet, dat biedt een kans om uit te proberen met elkaar van hoe zou dat dan kunnen of waar loop je dan met elkaar tegenaan als je die innovaties toepast of probeert toe te passen. Ja, helder. Dus je zegt het precies zoals dat we het doen. Mooi. Nou, dank voor zover. Ik zei al, we hebben voordat we met de onderzoeker, zeg ik maar, Wouter gaan doorpraten over de eerste inzichten, hebben we kort in beeld laten brengen wat de resultaten tot zover zijn. En dan gaan we samen met elkaar naar kijken van met een filmpje dat ongeveer 5 minuten duurt. Die hyacinteteelt is een teelt waar toch nog wel wat gewasbeschermingsmiddelen in gebruikt worden. Wij gaan nu kijken door een gedeelte van de teelt naar binnen te halen of we daardoor binnen geen gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben en daardoor zo'n gezond product hebben wat we buitenuit kunnen planten, dat we daar ook minder middelen nodig hebben om tot een goed eindresultaat te komen. Zodoende hebben we het idee dat het gezonder is voor het milieu, dat er minder afspoeling is naar de sloten, dat er minder in het grondwater komt. Mark Glory is een veredelingsbedrijf met 8-9 kwekers. Wij willen graag betrokken zijn bij een innovatief project om een nieuwe weg in te slaan wat de hyacinteteelt betreft. In de huidige hyacinteteelt is veel hergebruik van bollen die niet altijd even gezond zijn. Hierdoor blijven ziektes terugkomen. In ons onderzoek Vitale Teelt Hyacint gaan we uit van schoon materiaal. En we telen dit materiaal onder beschermde omstandigheden in de kas op. En zo kunnen we telkens schone bollen produceren. Pas in de laatste fase gaan deze bollen naar buiten. En door binnen te telen hebben we meer grip op de omstandigheden. Warmte, licht en voeding. En bijvoorbeeld kunnen we ook de teelduur verlengen. In januari komen de hyacinten al boven, terwijl dat buiten een paar maanden later pas is. Ook hebben we minder last van insecten, bacteriën en virussen. De ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem is belangrijk, omdat ook de gronden schaars worden en wij een mogelijkheid zien om eenrichtingssysteem van hyacinteteelt op te zetten. Dat houdt in dat wij dus van weeselkweek naar werkbollen gaan, gedeeltelijk binnen telen en 1 à 2 jaar buiten telen, om zodoende de druk op die hyacintegronden af te laten nemen en minder gewasbeschermingsmiddelen te laten gebruiken. Ik denk als teler graag mee met het ontwikkelen van een nieuw teeltsysteem. Wij als telers hebben 2 uitdagingen. 1, de opdracht die de samenleving ons geeft om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Anderzijds derde landen, het buitenland, ook een grote klant van ons, die steeds strengere eisen stelt aan de kwaliteit van onze producten. Dus moeten we naar een systeem waarin we minder gewasbeschermingsmiddelen hoeven te gebruiken en anderzijds de kwaliteit weten te verhogen. We zijn hier op het bedrijf voor het 3e jaar testen aan het doen. Daarmee vergelijken we de teelt onder de LED-verlichting met de traditionele teelt buiten. Dus een bol die buiten geteeld wordt is tot op heden van een betere en zwaardere kwaliteit dan de bol die binnen geteeld wordt. Maar we maken stapjes om bij hetzelfde resultaat te komen. De teelt onder LED-verlichting binnen resulteert in een behoorlijke afname van gewasbeschermingsmiddelen. Successen die we behaald hebben zijn onder andere dat we op een dunnere grondlaag kunnen telen dan we in eerste instantie dachten. Hierdoor kunnen we veel grondstoffen besparen. De uitdaging blijft het nog wel om voldoende bolgroei te krijgen. Om zo in de kortere tijd tot eenzelfde grote bol te komen. Hierdoor zouden de kosten namelijk aanzienlijk bespaard worden.
In het vervolgonderzoek kijken we naar de vermeerdering van hyacint. We proberen per moederbol zoveel mogelijk kleine bolletjes te krijgen. Daarnaast kijken we ook nog naar de mogelijkheid om weefselkweekmateriaal op trays te telen. Dit kost niet zoveel ruimte en dat kan goed gemechaniseerd worden. En over een paar jaar, als het onderzoek afgerond is, hopen we met de concrete resultaten voor de sector te komen. Het kan resulteren in dat we een deel van de teelt naar binnen gaan halen. Dus telen in kassen of telen in klimaatcellen onder LED-verlichting. Dit zal inhouden dat een deel van de landerij bebouwd moet gaan worden. Ik denk dat we twee soortige bedrijven gaan krijgen in de toekomst. Die echt heel gezond uitgangsmateriaal gaan telen, wat waarschijnlijk binnen gaat gebeuren. En bedrijven die de afteelt gaan doen, laten we vooral in acht nemen dat onderzoek ook onderzoeksvragen oproept. Ik hoop dat we hiermee een perspectief kunnen bieden voor de telers en de milieubelasting van de sector kunnen beperken. We werken er hard aan om ons mooie product hyacint klaar te maken voor de toekomst. Het is waarschijnlijk niet dé oplossing, maar een richting naar de oplossing. Wij hopen met dit project in ieder geval een goede richting te kunnen geven. Ja, nu zijn we er echt. Welkom terug. Ik hoop dat u ook genoten heeft van de beelden die we zojuist zagen. Voor die mensen die niet elke dag het woord weefselkweek en werkbollen gebruiken, Wouter, eerst maar die vragen jou. Kan je dat voor die beleidsmakers die meekijken kort toelichten? Wat is weefselkweek? Wat zijn werkbollen? Ja, eerst maar met werkbollen beginnen. Werkbollen is de normale manier om, om de hyacinten te vermeerderen. En meestal gebeurt dat door de bollen te hollen, dus de bodem eruit te snijden. En daarna vormen op het snijvlak vormen nieuwe bolletjes. En dat is de traditionele manier van vermeerderen. Mm-hmm. En weefselkweek, daar ga je in een lab, in een laboratorium, ga je materiaal in kweek brengen. En dan op een gegeven moment ga je daar bolletjes op laten groeien. En dan heb je dus weefselkweekmateriaal. Dat komt dus uit een lab. Dat is daarom heet het weefselkweek. Je begint eerst met de weefsels en dan komen de bolletjes. Oké, helder. Nou, voor de kijkers thuis, voor diegenen die dat niet wisten of even vergeten waren. Dit is hoe het werkt. Ik noemde je naam al. Jij bent betrokken bij dit project. Wil je daar nog kort iets meer over vertellen hoe jouw betrokkenheid is? Wat is je rol in dit project? Ik ben onderzoeker bij de WUR en onderzoeker bloembollen. En mijn gewassen waar ik op specialiseer zijn hyacint en narcis. En vandaar dat het logisch is dat ik op dit project zit. Mooi. En Piet zei dat al, hè. Op een gegeven moment zei hij, zaten we met 11 partijen om tafel. En toen kwam de vraag wie wordt penvoerder. Maar ja, die 11 partijen kwamen volgens mij niet zomaar met elkaar om tafel. Daar hadden jullie volgens mij ook een belangrijke rol in. Hè? Waren jullie niet een van de aanstichters van die mensen om tafel? Ja, dat is voor mij een klein beetje moeilijk te zeggen. Want ik werk nog maar wat korter bij de WUR. En ten tijde van de initiatie van het project werkte ik nog niet bij de WUR. En toen bij de eerste indiening, na de eerste indiening bij de provincie, ben ik erbij betrokken geraakt. Ja. Dus ik ben eigenlijk wat later ingestapt. En als zodanig weet ik nog niet helemaal precies hoe dat begint. Hoe dat tot stand gaat. Ja, hoe dat. Nou, wat ik van jouw collega's begreep was dat zij vanuit hun visie op de vitale teelt, gewoon eigenlijk bloembollen breed, zoiets hadden. We hebben nu in een aantal andere gewassen, lelies onder andere, gezien dat we met deze manier van telen stappen vooruit kunnen zetten. Zou dat ook voor hyacint kunnen? Dus het was eigenlijk een vraag of een idee wat vanuit het onderzoek ontstond, wat bij die 11 partijen in de praktijk terechtkwam. Nou, zodoende zijn we nu, anderhalf of twee jaar verder, zijn we waar we staan. Nou, je zei net al, we hebben bij Wageningen Universiteit een team van onderzoekers. Is het nou heel logisch dat dit onderzoek door jullie gedaan wordt? Had het ook in Leiden of in Amsterdam of in Zwaagdijk of ergens anders gekund? Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, de bloembollen deel, dat is natuurlijk al 100 jaar bezig met onderzoek aan bloembollen. We kennen de sector. We hebben dus allemaal specialisten op bepaalde gewassen. En dus daarom zijn wij, hebben wij gewoon verstand van het onderzoek. En daarnaast is WUR nog wat breder. We hebben ook nog een grote achterban van specialisten op andere gebieden die wij makkelijk kunnen aanspreken.
En we hebben ook specialisten die gewend zijn om grote projecten te runnen met meerdere 11 partners. Dus dat is ook een vak apart. Dus vandaar dat Wurp best geschikt is om dit te doen. Dus je hebt een stukje kennis, zelfs historische kennis, 100 jaar zeg je. Ja. En tegelijkertijd ook aanvullend een aantal competenties of andere onderzoekers of collega's die we verstand hebben van andere dingen. Heb je daar ook zeg maar, in dit project al gebruik van gemaakt? Of zijn jullie van plan daar gebruik van te gaan maken van die expertise van andere collega's? Nou ja, zeker. We doen de tilt binnen in kassen. En wij zitten tegenwoordig in glastuinbouw en bloembollen. En de naam zegt het al, het glastuinbouwdeel, dat kan ons veel leren in het kasgedeelte. Met name het klimaat van de kasruimtes daar moeten we nog wat mee. En ook specialisten in substraat, dus de ondergrond. We hebben allerlei specialisten waar ik onderhand al mee gesproken heb in het kader van dit project. Mooi. Intussen komen de eerste vragen binnen. Ik heb ze in beeld, dus één keer gesteld komen ze hier in beeld. Maar ik wil graag heel even met Wouter zeg maar, de inputkant afmaken, zo gezegd. Want je zegt al, we zijn een tijdje onderweg. We hebben al wat eerste inzichten of resultaten. Wil je daar eens wat van met ons delen? Zo van wat heeft nu dat eerste jaar of dat eerste anderhalf jaar opgeleverd? We zijn in de kas gaan telen. We wisten dat we op kisten wel konden telen, maar dat hadden we buiten geprobeerd. Een aantal jaren geleden heeft mijn voorganger Peter Freeburg dit al geprobeerd. De vraag was hoe dat in de kas precies ging. En we hebben op zich werkt dat goed. De tilt gaat zonder problemen, maar het is nog best lastig om meer groei te krijgen dan buiten wat we eigenlijk wel willen. Dus dat is nogal een uitdaging. En als je zegt lastig, wat betekent lastig? Dat je er veel moeite voor moet doen of dat het niet kan? Of wat? Nee, op zich groeit het gewas vanzelf goed. Alleen er zijn factoren die je onder controle moet houden. Zoals die bodem die je nu niet hebt. Het substraat is toch... Ja, je moet zorgen dat vochtig blijft en dat voldoende voedingsstoffen erin zitten. En we merken dat dat je daar heel goed op moet zitten om het goed voor elkaar te krijgen. En het beter te doen dan buiten wat we eigenlijk willen. Oké, mooi. Ik vroeg even door op specifiek van wat zijn dan, wat betekent lastig? Heb je andere resultaten waarvan je zegt, dat is leuk om even alvast te delen of inzichten? Nou ja, we zijn begonnen, de eerste tilt begonnen met een behoorlijk dikke tiltlaag. Je tilt dan op kokossubstraat bijvoorbeeld of op turfsubstraat. En we hebben al die dikte alweer een stukje omlaag gebracht. Dus we weten al dat we wat op een dunnere laag kunnen telen, wat dan weer besparing is van de input die je hebt. En wat we binnen doen is ook telen zonder bestrijdingsmiddelen. Dus tot nu toe lukt het ons om wat we nog tegenkomen biologisch te controleren. Dus dat is heel mooi. Dat is een onderdeel van ons streven om bestrijdingsmiddelen te beperken. Dus dat wil je eigenlijk niet gaan spuiten. Ja. En ook hier maar even, ik ken wetenschappers als mensen die genuanceerd en voorzichtig zijn. Dus je zegt, tot nu toe is het ons gelukt om nog zonder gewasbeschermingsmiddelen te telen. Verwacht je dan dat zeg maar, over een jaar of zo, of dat je verderop in de teelt, dat het lastiger gaat worden? Of ben je gewoon voorzichtig omdat je zegt, dit is wat ik weet en wat nog voor me ligt, weet ik niet? Je weet dat je een aantal keren het moet herhalen. En als het de eerste keer goed gaat, dat geeft natuurlijk geen garantie dat het jaar 2 en jaar 3 dat je niks tegenkomt. We hopen het zo voor te kunnen zetten en het met biologie te kunnen redden. Ja, dus dan is mijn vertaling, eigenlijk is dit de voorzichtigheid van een wetenschapper. Ja. Je verwacht niet per se dat het over een jaar of 2 jaar slechter gaat, alleen je kunt het pas over 1 jaar zeggen, dus je bent voorzichtig. Nou, hartstikke goed. Klopt. Valse verwachtingen wekken, dat is ook niks voor jullie. Andere resultaten nu, of maken we de overstap naar een aantal vragen alvast? Dit waren in ieder geval een paar dingen die we al hebben gezien. Dus mooi. Ja, want die vraag, dat sluit natuurlijk aardig aan. Dat gaat ook over het substraat. Want natuurlijk fantastisch, al die duurzame doelstellingen die we met elkaar hebben met de teelt. Maar hoe duurzaam is dat substraat eigenlijk? Ja, dat is ook een leuke discussie.
Nou, we zijn ook met een substraatleverancier in gesprek. En die komt ook al met alternatieven. Die zegt, wij horen het verhaal daar ook van de turfwinning in Finland. En dat ze daar ook alternatieven voor aan het zoeken zijn. Dus we hebben ook al een substraat waar een deel houtvezel in zit. Dus het is al dat moet al duurzamer zijn. Maar het is zeker een stroom die we willen beperken. En daarom zei ik al, het is fijn dat we alweer een stukje dunner kunnen telen dan wat we in de eerste instantie dachten. Ja. Het is wel een stroom die je binnenhaalt en die in die zin qua duurzaamheid in de gaten gehouden moet worden. Ja, en ook een vraag die binnenkomt, kun je niet ook de grond waar die hier zit naar buiten zo goed op groeit, zou je die ook mee kunnen nemen de kas in? Dat heeft vast ook nadelen, maar hebben jullie daarover nagedacht? Ja, ook daar hebben we over nagedacht. Dat is ook wel in die eerdere proef is dat ook wel geprobeerd. Dus eigenlijk telen we nu in kratten. In kisten, zoals ook op de plaatjes wel duidelijk is. Maar dat viel toch tegen met bolle grond dat in die kisten te doen. Dat heeft ook met de waterhuishouding te maken. Dus dan kreeg je juist een beetje last van vochtigheid en dat het te vochtig werd. Dus dat was nog niet meteen de oplossing. Oké, dus in een eerder stadium onderzocht. En voorlopig even daarom waarschijnlijk niet relevant of interessant genoeg voor dit project nu? Nee, we hebben nog wel iets met zand gedaan, maar niet specifiek bollenzand. Maar ook dat deze keer viel dat niet mee. Oké. Mooi. Ik krijg nog een ingewikkelde vraag, dus dan ben ik blij dat jij hier bij me staat. En die is namelijk of je met het naar binnen halen van de teelt en ook nog eigenlijk maar een groot deel van de teeltcyclus, of je dan eigenlijk niet te veel factoren of te veel dingen in één keer verandert. Ja, dat is zeker zo. Je verandert natuurlijk allerlei factoren. Maar met de kennis van de glastuinbouw kun je ook weer een heleboel dingen juist controleren. Dus je wordt minder afhankelijk van de regen. En de afgelopen jaren met droogte en met de overvloed aan regen. Dat kun je juist uitschakelen. Dus je kan ook wel weer dingen controleren die je normaal niet kan controleren. Dus er zijn factoren die dus veranderen, waar we ook op letten. Je kan ook denken bijvoorbeeld aan ziekten die je in de kas wel hebt en die je buiten niet hebt. Daar zijn we ook beducht op, dat we die nog een keer tegen gaan komen. Maar dat is het leuke ervan, van dit onderzoek, dat je daar oplossingen voor kan vinden. Oké. Okay. En ook weer een wat ingewikkelde vraag, dus stel ik dan ook nog maar aan jou, nu jij hier nog naast me staat. Jij kent misschien het project Bolle Coaster, denk ik. Mm-hmm. Ja. De vraag die gesteld wordt is, zou je nou ook hetgeen wat in Bolle Coaster gebeurt, moet je misschien zomaar even toelichten wat dat dan is, zou je dat nou kunnen combineren met wat je in dit project doet? Dus op het moment dat je dan binnen klaar bent, dat je dan naar buiten gaat, maar nog wel in een iets meer gecontroleerde omgeving. Ja. Ja, het project Bolle Coaster, daar kijken we naar of we toch buiten op het veld op een manier kunnen telen waarbij we los kunnen telen van de ondergrond. Mm-hmm. Dus het idee is om daar in een plastic slurf die je in de grond maakt, grondzet, bollen in te stoppen, ook weer in een substraat. En daar ook een vertigatieslang, een druppelslang in te leggen. En dan te sluiten. En op zo'n manier een gesloten systeem te krijgen, wat je dan toch wel weer buiten op het veld hebt. Dus je hebt dus wel alles buiten staan. Je maakt gebruik van het natuurlijke licht en van alle omstandigheden buiten. Maar je hebt minder last van, of geen last van, van de ziektes die in de grond zitten. Dus en in die zin is het zeker een voortzetting van wat je uiteindelijk uit de vitale teelt hyacint gaat krijgen. Is dat je inderdaad, als je naar buiten gaat, dan zou je in dat systeem verder kunnen gaan. Ja. En dat is dat iets wat voorzien is of wat de bedoeling is? Of is het echt, zoals jij zegt, een optie die je dan misschien tegen die tijd ook weer gaat onderzoeken? Nou ja, het sluit mooi op elkaar aan, zoals wij het zien. Ja. Dus we gaan niet zeggen dat je het moet doen, maar het is wel een goede optie. Oké. Ja. En ook dat onderzoek loopt nog niet zo lang, volgens mij ook ongeveer een jaar. Dat loopt korter dan vitale teelt hyacint. Ja. Dus het eerste moment waarop we die combinatie gaan zien, dat is
over 2, als het snel gaat, misschien 3 jaar, klopt dat? Ik weet niet of we binnen de looptijd van dit project zeg maar, die stap gaan maken dat we het op elkaar aan gaan sluiten. Dat moeten we kijken of dat gaat lukken. Maar dat zou inderdaad pas over een paar jaar kunnen. Ja, oké. Okay. En een paar jaar is dan 2 als het snel gaat en anders ben je 3 jaar op zijn vroegst. Klopt dat? Ja, want dan moet je dus eigenlijk vanuit die weefselkweek waar we het al iets eerder over hadden, moet je een paar jaar doortelen voordat dat wij naar buiten gaan. En zover zijn we nog niet. Nee, oké. Okay. Dus dat is een belofte voor de toekomst. Dat gaan we misschien zien. Hebben we dus nog tijd voor om dat te onderzoeken of het een optie is in dat Bollencoaster project. Dat is vreselijk om uit te spreken, dus we zullen dat wel typen en dan ook wel een linkje waar u daar meer over kunt lezen. Er komen nog vragen binnen. Ik probeer er even heel snel doorheen te lezen en anders kijk ik of we de overstap maken naar de volgende 2 sprekers. De vraag die gesteld wordt, dat gaat ook weer over dat substraat. Zou je ook toe kunnen naar opkweek op water? Hebben jullie daarnaar gekeken of over nagedacht? Daar zijn ook wel natuurlijk projecten op geweest, maar dan niet. Voor de broei is het natuurlijk al wel uitgezocht. En de vraag is dan ook of dat zou kunnen voor die vermeerdering of voor gewone teelt, doorteelt. Mm-hmm. En als jij een antwoord zou geven op die vraag, wat zou je dan zeggen? Nou ja, we hebben het nu niet in het project zitten. Maar we hebben het er wel over gehad. Het zou een optie zijn als wij nog aan het eind van het project nog tijd hebben en een plaats voor nog meer een nieuwe tak, dan zou het allicht kunnen. Oké, okay. Er zijn niet zeg maar, vanuit je perspectief, wetenschappelijk perspectief, hele zwaarwegende argumenten om dat per se niet te doen. Of het zou een optie kunnen zijn, zoals je het zegt. Ja, het zou wel een hele uitdaging zijn om het te doen. Okay. Om het zomaar even te doen, het zou een project op zich kunnen zijn. Okay. Nou, ik weet niet of dat ook een belofte is of een dreigement, maar in ieder geval ook iets wat nog nader onderzoek nodig heeft. Dat hoorde ik Piet volgens mij ook al zeggen. Onderzoek roept onderzoeksvragen op. Nou, we vroegen wat zijn de resultaten. Daar heb je er 3 van gedeeld en aan vragen. Hè? Ook wat er vanuit de kijkers en luisteraars thuis komt, hebben we al iets meer als 3 vragen. Dus die voorspelling van Piet die klopte goed. Ik stel voor dat we ook de stap naar de praktijk gaan zetten. Dus dan dank ik jou, Wouter, voor jouw bijdrage hier. Geen probleem. Wil ik jou vragen of jij zo langzaam uit beeld wil verdwijnen. Dat mag nu. Dank je wel. En dan krijgen wij achtereenvolgens Rob van Haaster. Die loopt daar nu voorzichtig al in beeld terug. Hi Rob. Fijn dat je er bent. Goedenavond. En zometeen, dus ik noem vast zijn naam, dan zien jullie ook Peter van Saassen. Die wordt nu nog omgezet met een schone microfoon en een schone camera. Die zien jullie zometeen in beeld verschijnen. En met deze beide heren, kwekers van Hyacinten, gaan we ook doorpraten. Dus ze zijn ook betrokken bij het project. Waarom zijn ze erbij betrokken? En nou, we hoorden wat over opties en mogelijkheden en onderzoeksvragen. Maar wat merk je daar nou in de praktijk van als bollenkweker? Welkom Peter, fijn dat je bij ons bent. Ook voor jullie dan eerst maar de vraag. Hè. Jullie zijn allebei bij dit project betrokken. Waarom zijn jullie hier ingestapt? Waarom ben je hier aan begonnen? Rob, wil jij daar iets over zeggen? Nou ja, dat wil ik inderdaad. Fijn. Waarom ben je erbij betrokken? Je ziet op een gegeven moment heel veel veranderingen om je heen. De hele wereld wil steeds transparanter wezen. En dat is nu helemaal actueel als je het ziet in de politiek. Wij moeten transparanter. En dan zie je dat er steeds meer bedreigingen op je afkomen. Het medicijnkastje wordt steeds beperkter. Jij bedoelt dan het niet je eigen medicijnkastje, maar het medicijnkastje voor je plant, hè? Ja. En of het nou chemisch of biologisch is, het biologische gaat niet hard genoeg. We moeten stappen maken. En ik zie dat ik als kweker zijnde, dat wij als vak zijnde met kwekers, wij komen daar zelf niet uit. We hebben hulp nodig. En we hebben hulp nodig van de andere ketenpartijen. En zodoende denk je, ja, dan is dit de kans om stappen te kunnen maken met elkaar. Mm-hmm. Je eigen belang daarin zit overwerkt. Dat je zegt, nou, je hebt een paar jonge, enthousiaste gasten achter je aankomen. En die jongens wil je ook een toekomst geven dat ze over 10, 20 jaar nog steeds het prachtige product Hyacint kunnen telen. Op een duurzame en verantwoorde manier.
En niet dat ze met de nek worden aangekeken als ze ergens komen. Dat is echt hoe je het ziet. Dat is een reëel risico dat zeg maar, jouw opvolgers dat die met de nek worden aangekeken. Ik vind dat een stevige uitspraak. Nou ja, je ziet per definitie, als jij met een veldspuit rijdt, en het maakt niet uit wat je doet, het is per definitie is het een negatief beeld. En dat is helemaal verkeerd. Dus wij moeten ook als vak zijnde laten zien dat we op een goede weg bezig zijn. Maar dan moeten we zelf ook in de benen komen. En wij zijn geen onderzoekers, wij zijn mannen van de praktijk. Dus we hebben de onderzoekers nodig en de ketenpartijen die ons daar kunnen helpen met raad en daad en middelen om stappen te maken als sector zijnde. Mooi, en jij zag in dit project zag je een kans om die stappen te zetten. We gaan zo nog wel even doorpraten over, heb je daar dan ook al iets van gezien? Hè? Dus die verwachting die je had toen je instapte. Hoe is het voor jou, voor jullie, Peter? Wat was jullie jouw motivatie om in dit project mee te doen? Nou, bij deze algemene motivatie voorop sluit ik me helemaal aan. Ja. Daarnaast is het nog zo dat voor ons bedrijf meer in het bijzonder het uitgangspunt van het project heel interessant is. Namelijk het uitgaan van perfect uitgangsmateriaal. Of in ieder geval proberen om dat te telen. Dat is eigenlijk wat we nu in de praktijk al op de traditionele manier aan het doen zijn. Namelijk door een specialisatie in werkbollen. Okay. En dat is iets wat jullie op je bedrijf doen? Ja. En kun je dan uitleggen zeg maar, wat dan de toegevoegde waarde is die je in dit project zag? Vanuit die specialisatie die jullie hebben? Nou ja, het uitgangspunt is hetzelfde. Ja. Dus ik zie de mogelijkheden die dit project biedt, die zie ik als een vervanging voor de wijze van werken die we nu zelf toepassen. Oké. Okay. En is dit iets, hè, dus Rob zei dat volgens mij, we doen het echt samen. Is dit iets wat je ook zelf gekund had? Dus je had hetzelfde uitgangspunt? Nou, dat ligt heel ver weg. Oké. Okay. Dat ligt heel ver weg. En ja. Heel ver weg, dat is een beeld, hè, maar... Wat maakt dat dan ingewikkeld om als kweker of als samenwerkende kweker zelf zo'n stap te zetten? Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, goed. Ik denk dat er jaren van onderzoek nodig zijn om heel precies te kijken hoe je vooral die binnenteelt zo goed mogelijk kan aanpakken. En daarnaast moet natuurlijk de weefselkweker een belangrijke rol gaan spelen. En dat hebben we helemaal zelf niet in de vingers. Nee. Dus het zijn echt mijn vaardigheden en het is een stukje kennis die je gewoon niet in huis hebt waarvoor je anderen nodig hebt. En die anderen, zijn dat dan zeg maar, automatisch die onderzoekers uit Wageningen? Of welke anderen hebben jullie aan gedacht? Of? Nou nee, het initiatief voor het project, dat wat ons betreft in ieder geval, dat kwam juist bij de mensen van Wageningen vandaan. Ja. Dus we zijn in zekere zin ook gevraagd, denk ik. Het is niet zozeer dat we onszelf aangeboden hebben, maar we zijn gevraagd om mee te doen. Ja, en in die vraag zat voldoende wat je overtuigd waarvoor je dacht, hey, deze mensen met deze kennis, daar heb ik vertrouwen in, daar geloof ik in dat die ons samen gaan helpen om verder te komen. Zeker, ja. 100%. Mooi. En als je daar nu wat over zegt, hè, dus Wouter was voorzichtig, dat past ook, vind ik, hè, bij een wetenschapper. Jullie zijn vast ook voorzichtig, maar kunnen we misschien ook al even wat duiden zo van wat heeft dat eerste jaar meedraaien in het project jullie gebracht? Ook maar weer op als eerste, kan je daar iets over zeggen? Resultaten misschien concreet al of inzichten? Nou, in ieder geval, de inzichten is dat je wel op een hele andere manier naar je teelt gaat kijken. Mm-hmm. Je moet echt opnieuw gaan denken. En alles met een ander gevoel gaan doen. Want je gaat uit de grond. Het vocht, de voedingsmiddelen. Het is een hele andere manier. En dat moet je eigen worden. En daarin heb je ook ondersteuning nodig. En dat we ook die motivatie vinden om het te doen. En dat is heel uitdagend. Maar er gaat niks vanzelf. En nou ja, en dat is nog wel een dingetje. Dat we daar zelf een andere mindset in moeten krijgen om ze ver te komen. Heer, zeker als je naar binnen gaat. Je ziet de beelden af en toe voorbij komen met verlichting. Ja, jongens, daar zijn ook heel veel keuze en smaken. En dat legt bij de WUR vanuit de glastuinbouw. Ja, die jongens die weten wat je wel en wat je niet moet doen. Ja. En jij zegt, de mindset moet veranderen. Dus dat had je misschien vooraf ook al bedacht. Maar dat is denk ik ook iets hè, wat je dan onderweg gemerkt hebt. Behalve die mindset, hè, zijn er dan ook... Je noemt een aantal praktische dingen in de teelt. Je noemt verlichting. Maar zijn dat ook maar weer in lijn met wat iemand vroeg? Van, zijn dat nou niet heel veel knopjes tegelijkertijd om aan te draaien? Hoe is dat praktisch te doen, zeg maar, op jullie bedrijf? Hoe is dat?
Nou, je moet wel aan heel veel dingen veranderen. Ja. En dat zijn heel veel stappen, ja, dat klopt. Maar we moeten schoon beginnen. Ja. En dat is het belangrijkste. We moeten schoon beginnen. Als we schoon beginnen, dan kunnen we het product schoon aan het eind krijgen. Nou ja, en ja, misschien moeten we wel eens heel radicaal verder stappen. Als dat we misschien 1 of 2 stapjes doen. De toekomst zal het leren of dat de juiste weg is. Of dat we, nou ja, misschien nu te ver springen. Maar waardoor we wel ergens uitkomen wat misschien voor ons in de praktijk haalbaar is. Ja. Eigenlijk, ik kom zo bij jou, Peter, met diezelfde vraag. Maar eigenlijk, jij bent ook, denk ik, erop hoor ik wel voorzichtig. Misschien is het te ver. Diezelfde mindset, zeg je, mijn mindset moet veranderen. Misschien dat je met, als je 1 of 2 jaar verder bent, heb je daar een inschatting van, zeg maar. Is dit te doen? Als je er nu naar kijkt, bedoel je gaat naar die sloot toe. Haal je die sprong, zeg maar, of ga je niet springen? Hoe zit je erin? Ja, ik denk dat je, als je kijkt over de geholde bollen, dat je een hoop stuks in een kist kan krijgen en wat voor medium daarop gaat staan. Nou ja, daarin gaan we vanzelf nog wel een paar keuzes in maken. Mm-hmm. Dan denk ik, je moet wel stuks uit die binnenteelt krijgen. En als je met te dikke bollen bezig gaat, dan denk ik dat het economisch lastig uit te rekenen wordt. Maar goed, zover zijn we nog niet. Dus we kijken nu in het begin wel van, nou, ook als we de beginteelt 1 of 2 jaar binnen kunnen doen, nou, dan zouden we denk ik al een heel eind op de goede weg zijn. Ja. Maar helemaal, dat beeld heb ik nog niet voor me. Ik weet niet of jij dat hebt, Peter. Zeker niet. Hey. Oké, jij zegt, ik weet het niet. Jij zegt, Peter, helemaal binnen gaat niet gebeuren, of zeker niet? Dat gaat niet gebeuren, nee. De benodigde oppervlakte, die is daar veel te groot voor. Ja. Even dat ik je goed snap, de benodigde oppervlakte om alles naar binnen te halen is te groot. Ja. En dus ook oppervlakte als je, teeltgrond die nu in gebruik is. Die, ook als je meerdere lagen zou gaan telen, ik verzin het maar om. Maar... Ja, nee, dat is totaal niet in verhouding. Oké. Ja, dat is eigenlijk een heel helder antwoord. Dus dat betekent, zeg maar, die optie om helemaal of grotendeels naar binnen te gaan, die stuit dan op het praktische bezwaar dat je die ruimte niet hebt. Of dat het te duur wordt om die ruimte daarvoor te gaan gebruiken, zeg maar. Ja. Maar is ook het uitgangspunt van het project niet, hè? Nee. Nou, dus uitgangspunt van het project is om in ieder geval de kans te hebben om met partijen hier zin te beginnen die perfect gezond zijn. Ja. Dat is het uitgangspunt. Ja. Dat is ook het gedachte achter eenrichtingssysteem. Of het is eigenlijk hetzelfde woord als eenrichtingssysteem. Ja. Ja, dat zijn, daar gaat het allemaal om. Dat is voor jullie bedrijf ook. Was ook het interessante gedeelde vertrekpunt wat jullie samen hebben. Ja. Heb je, zeg maar, behalve dat vertrekpunt wat jullie deelden in dit eerste jaar ook al andere, zeg maar, inzichten of resultaten vanuit jullie bedrijf gezien? Of je zegt, hey, nou, interessant of nou, ik... Nou, ik zou zeggen, in de gangbare teelt, de praktijk is weer barstig. En deze praktijk is ook weer barstig. Kan je voorbeelden noemen van die weerbarstigheid waar je tegen aangelopen? Ja, nou, die kratten die je hier op een aantal foto's buiten ziet staan, daar staan holbollen op geplant. Mm-hmm. En die proberen we door middel van een vertigatiesysteem zo goed mogelijk, tot een zo groot mogelijk resultaat te krijgen. Ja. Maar tot op heden is het nog niet gelukt om daar een meer opbrengst uit te halen vergeleken met de gangbare teelt buiten. Okay, ja. Dus dat is dan één facet. Ja. Dus het zit niet in stijging van opbrengst, wat wel gehoopt was misschien? Nou, dat wordt niet gehoopt, dat is zonder meer de bedoeling. Ja. En de vermindering van inputs, Wouter zei hier iets over van in de kas is het ons gelukt om tot nog toe helemaal schoon te werken. Hoe is dat voor jullie? Ja, nou ja, bij ons staan die holbollen dan in een proefje buiten. Ja. Dus het voordeel van de samenwerking tussen 5 bedrijven is dat er een variëteit aan proeven kan worden aangelegd. Mm-hmm. Dus ja, de een teelt binnen holbollen, de ander teelt binnen plantgoed, de derde teelt buiten holbollen enzovoorts. Dus nou ja, in ons geval gaat het dan om holbollen buiten. Ja. Sorry, wat was de vraag? Ik ben even de vraag. Nee, dat geeft niet. Mijn vraag is of je daar ook al kon merken dat je minder inputs nodig had. Ja, in zoverre dat die input is gewoon helemaal niet gedaan. Okay. Dus het proef houdt in dat we zonder middelen werken. Ja. En met nog wel het gewenste resultaat of het beoogde resultaat? Ja, nou, binnen zijn er wat aandachtsvlakken voor de dag gekomen wat dat betreft. Dus een enkele ziekte die een probleem is gebleken of een probleem lijkt te worden,
en die op een eigen manier moet worden aangepakt. Met een biologisch middel. Ja, en dat is beschikbaar voor die? Dat schijnt beschikbaar te zijn, ja. Oké. Okay. Dus nou, wie weet gaat dat dan goed. En buiten ja, zijn wat dat betreft nog geen problemen geweest. Oké, okay. Nee. Mooi. Andere dingen die jou in dit eerste jaar al opgevallen zijn? Nou ja. Valt het je mee? Als je het een beetje algemeen beschouwt. Dat we die opbrengst nog niet hoger hebben kunnen krijgen, dat valt me een beetje tegen, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Ja. Dat valt me een beetje tegen. Een lange groeiseizoen, ja. Laten we zeggen, een extra groei kunnen creëren. Waardoor we op het economische vlak, laten we zeggen, een half of een heel jaarcyclus in kunnen halen. Ja. En daarop ben je wel een beetje aan het zoeken. Ja. Door binnen vroeger te beginnen, waardoor je je teelduur langer kan maken. En zodoende de meer opbrengst of een jaar in kunnen halen. Ja. Ja, het is natuurlijk de bedoeling om de factoren, laat ik zeggen, boven water te krijgen die bepalen hoe dat groeiseizoen verloopt. Ja. En die dan zo te beïnvloeden dat je een optimaal groeiseizoen krijgt. Ja. Dus nou ja, dat zou kunnen zijn zo vroeg mogelijk beginnen en zo laat mogelijk stoppen. Dat lijkt logisch. Mm-hmm. Maar nou ja, dat hebben we nog niet helemaal voor elkaar. Nee. En dat is misschien ook wel logisch, hè, als je nog maar net één rondje gedaan hebt, zo gezegd. Maar dat is de verwachting die eraan zit te komen. Er worden vragen gesteld, hè, die een hypothese stelt, dit lukt. Hè, dus jij zei daar al iets over, Peter, hè, van dat gaat nooit allemaal naar binnen toe. Maar even toch maar weer hardop dromen of fantaseren. Hè. Stel nu dat het lukt. Wat betekent dat dan voor die hyacinteteelt? In ieder geval, laat maar zeggen, voor dat deel wat dan zogenaamd binnen zou kunnen. Gaat dat dan nog in bijvoorbeeld dit soort regio's gebeuren? Gaat dat nog in Nederland gebeuren? Denk eens mee, wat vinden jullie? Hebben jullie daar een mening over? Peter, jij zit al wat... Nou ja, daar kan je van alles over bedenken. Maar we weten nog niet hoe dat eventueel gaat uitpakken. Nee. Dus je zou kunnen denken aan kassen. Maar je zou ook kunnen denken aan meer lagen teelt in cellen. Mm-hmm. Nou ja, dat brengt natuurlijk allemaal zijn kosten met zich mee. Ja. En er is wel degelijk heel veel aandacht nodig om het allemaal goed te laten verlopen. Dus ja. En als je die kostprijsverhogende factoren meeneemt, dan maakt het niet aannemelijk dat het verplaatst, of juist wel? Of waar telt dat dan zeg maar toe op? Ik denk dat een teler graag oog houdt op zijn product. Ja. Dus ik verwacht eerder dat het wel een beetje in de buurt zal blijven. Okay. Maar goed, het is dan niet meer grondgebonden. Nee? Mm-hmm. Ja, en dan wordt het natuurlijk, er komen andere factoren ook om de hoek kijken. Ja. Waardoor je het ergens gaat doen. Nee? Klimaat speelt nog wel een beetje een rol, maar ook dat wordt minder. Ja. Dus nee, dan ga je misschien naar energievoorziening of naar waterbehoeften kijken. Nee? De kennis eromheen. Ja. Dus. En dat zijn dat zeg maar zaken. Hè? Dus de. Water is denk ik iets wat ze maar nu ook al wel in de teelt een belangrijke rol speelt. Energie misschien minder, hè? Dus dan krijgen we de uitdaging om goed aangesloten te raken of zelf je opwek goed te kunnen doen. Dus dat betekent eigenlijk dat je dan vanuit je teelt andere randvoorwaarden gaat stellen aan je omgeving of aan je systeem. Dat denk ik wel, ja. Ja. Dus dat is dan een mooie interessante uitdaging die je dan daarmee ook weer hebt. Hè? Ook weer voor andere partijen. Je zei dat ook al even, we doen dit echt met heel de keten. Op het moment dat jij veel meer elektriciteit nodig hebt, veel meer stroom dan je nu gebruikt. Ja, dat kan je voor een deel zelf opwekken. Maar dan moet je daar wel de ruimte en de mogelijkheden voor krijgen. Klopt, dan komt de ruimtelijke ordening weer om de hoek kijken. Van nou jongens, waar kan je bepaalde dingen wel doen en waar niet? Ja. Houden we de bloeiende velden hier om het af te telen? En kunnen we de binnenteelt misschien op een afstand van enkele kilometers of tientallen kilometers doen? Ja. Oké, okay, dus degene die vraag stelt, hè, dit zou wel degelijk kunnen als nu in de teelt, hè, en in het onderzoek blijkt dat het wel een succes, hè, teelttechnisch en financieel is, dan zou dat echt wel gevolgen kunnen hebben voor hoe we dat dan terug gaan zien in het landschap. Zoals het ook in deze omgeving, maar ook op andere plekken in ons land is. Ja. Ja, maar dan kijken we wel heel erg ver vooruit. Ja, zeker. We dromen een beetje hardop. Ja, dat zeiden we ook. Hè. Dit is even hardop dromen van hoe zou het kunnen en wat zou dat dan kunnen betekenen. Dus er zijn mensen die dromen nog verder. Hè. Dus die zeggen, nou, dan kun je het ook in de woestijn doen. Hè. Als je het maar eenmaal controleert.
Dat hoor ik jullie volgens mij niet zeggen. Hè? Dus jij zegt een paar kilometer of 10 kilometer. Jij zegt, Peter, nou, je wil daar altijd wel zicht op houden. Dus dat klinkt niet als een woestijn voor mij. Nee. Ik denk dat je weer andere problemen tegenkomt. Nee, ik geloof het niet. Dus die woestijn die moet het nog even zonder bollen doen. In ieder geval zonder hyacinten, denk ik, wat de heren betreft. Een andere vraag, en dat is dan maar even... Ik weet niet of dat een droom is of een wens of iets. Dat moeten jullie zelf maar invullen. Maar als we nu 5 jaar verder zijn... En jullie maken de inschatting op basis van wat je dan nu meegemaakt hebt het afgelopen jaar. Waar staan we dan nu met dit project of met deze manier van telen? Is daar, nou, eigenlijk is het een soort voorspelling die ik van jullie vraag. Dus dan is er niks goeds en niks fout. Maar heb je daar een beeld bij, Rob? Over 5 jaar, waar staan we dan? Nou, ik denk dat we over 5 jaar hopelijk de proeven een slag groter kunnen doen. Dat we meer, niet met enkele tientallen bakken... maar dat we naar duizenden kisten kunnen gaan. En dat je het product wat je maakt, schoon beginnen... dat we dat ook na 2-3 jaar nog steeds schoon hebben. Ja. Zowel binnengeteeld als aftelen buiten. Omdat dat waarschijnlijk toch economisch het meest voor de hand legt. En ja, als dat zou lukken en we kunnen schoon beginnen en we kunnen schoon blijven... ja, ik denk dat dat voor de hyacintensector het verhaal is... om een mooi, bloeiend product aan de man te kunnen brengen. Ja. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Ja, ik wil zeggen, Peter, dat is dan ook... Kijk, durf jij eens 5 jaar vooruit te voorspellen? Hoe ziet die teelt er dan uit? Ja, ik hoop in ieder geval dat we dan precies weten... hoe we binnen zo goed mogelijk een... fractie van de teelt kunnen organiseren. Mm-hmm. Dus dat is punt 1. Met hoge opbrengsten en een kwalitatief heel goed resultaat als gevolg. Ja. En ik zou graag een protocol zien voor een succesvolle weefselteelt. Dus een, wat ik steeds zeg, een perfect schoon uitgangsmateriaal als product en dat betrouwbaar geproduceerd kan worden. Ja, en je zegt, ik zou het graag zien. Is dat binnen nu 5 jaar te doen, wat jou betreft? Ja, dan moet ik eigenlijk in een ander bedrijf proberen te kijken. Ja. Namelijk een weefselkweekbedrijf. Maar goed, daar wordt wel aan gewerkt. Ja. Dus ik ben daar niet pessimistisch over. Nou, mooi. Dan zou je kunnen zeggen dat je daar optimistisch over bent. Ja. Dus nou, ik formuleer het ook voorzichtig. Ja. Nou, dat is ook heel goed. Maar dank... Maar dat is ook wel de richting waar je eigenlijk op moet om schoon te beginnen. Ja. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen... dat we op een verantwoorde manier heel veel uitgangsmateriaal kunnen maken... die we binnen schoon kunnen blijven telen, ja, dan komen we ergens. Ja. En die droom moeten we natuurlijk ook wel een beetje hebben. En we hopen dat we die stappen kunnen maken. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we na dit project nog niet klaar zijn... dat we zelf de volgende stap weer willen maken. Ja. Jij zei dat ook al, hè? Van over 5 jaar hebben we grotere proeven. Nou, een proef, daar kan je van alles onder verstaan. Maar in mijn hoofd is een proef, zeg maar, dat is nog niet honderden hectares. Dus dat gaat nog echt wel over stapjes of stappen, hè? Net hoe je het ziet. Maar we hebben nog wat stappen dan te gaan. Ook over 5 jaar zijn we nog niet klaar. Nee, je hyacintenteelt gaat helaas niet zo snel. Nee. Maar als we maar wel stappen blijven maken... Ja. Dat we over 5 jaar richting de praktijk gaan. Dat is allemaal maar 1 keer per jaar, hè? Dus... Ja. Ja, dus dan is het nu eigenlijk nog maar 4, zou ik zeggen. Ja. We hebben nog maar 4 jaar de mogelijkheid om het beter te doen... en om te leren van wat er dan in die voorgaande jaren nog niet helemaal perfect was. Ja. Ik zou eigenlijk wel jullie willen vragen, als je nou jullie zitten in dit project... als je nou je collega's die niet in dit project zitten... zou je die aanbevelen om alvast met iets te beginnen waar jullie... in dit project al aan werken? Of zeg je, nou, laat ons dit maar eens even uitknobbelen... want we hebben nog genoeg om over na te denken. Of zitten er al inzichten van je zegt... nou, dan kan je morgen al mee aan de slag, ook als je niet in dit project zit. Jullie kijken wat zoekend. Ja. Nou ja, kijk, laten we alsjeblieft heel veel proeven doen met elkaar. Ja. Hoe meer gestructureerd het is, hoe efficiënter het resultaat is natuurlijk. Wat wij doen is ook niet in die zin... zo geheim dat we de kennis niet willen delen. Nee. Met elkaar moeten we ergens komen. En wij moeten ook opletten dat we niet in een tunnelvisie blijven zitten. Dus ik zou juist zeggen, joh, collega's, als jullie ideeën hebben...
Deel het met ons. Deel je resultaten. En laten we hopen dat wij er dan ook wat aan kunnen hebben. Ja. En als wij resultaten hebben, ja, dan moeten we dat ook kenbaar maken. Ja. Ja, dat was sector. Precies waarvoor we hier ook staan. Hè, om het ook niet alleen voor jezelf te houden of in het consortium, maar juist om het ook te delen. Dus collega's met ideeën zijn welkom. Jullie hebben zelf nog niet die ideeën voor die collega. Dus heb je al iets waarvan je zegt, nou, dit kan je zo doen? Wat ik in het afgelopen jaar zelf toegepast heb vanuit het project of geleerd heb? Of is dat nog te vroeg? Ik ben misschien toch ongeduldig hoor, dat weet ik niet. Nou, kijk, wat Wouter ook zei, je moet opletten wat nu goed gaat. Dus je zegt, jongens, nou, dat kunnen jullie wel doen. En er gebeurt iets. Of, ja. En dan zeg je, jongen, dat advies van jou, dat slaat helemaal nergens op. Dus daarin moet je wel voorzichtig wezen van wat gaat goed. Ja. Ja, nou ja, een paar hyacinten op kratjes planten en dan proberen met fertigatieslangen ze aan de praat te krijgen. Dat kan iedereen proberen natuurlijk. Ja. Dan doe je enige ervaring op. Oké. Okay. Dus, maar goed. Ja, en dat is goed voor de mindset. Ja. Dat je zegt, hey jongens, hey, hoe gaat dat telen? Ja. En kijk in de grond, draai een kist om. Kijk wat aan de wortels. Vaak zie je, als je op een natuurlijke manier naar de plant kijkt, dan zie je eigenlijk al wat gaat er goed en wat gaat er fout. En we zijn dat eigenlijk niet gewend, want we zitten in de grond en dan gaat het goed. Maar nou moet je echt op een andere manier kijken naar de plant. En nou ja, daar is André Konijn ook een hele goede in om met een ander inzicht daarnaar te kijken. En daar leren wij ook weer enorm veel van. Is dat iets, hè, wat André dan doet, wat je zeg maar ook in dit soort vormen, hè, wat je zou kunnen delen met een groter publiek? Of zeg je, nou, dat moet je gewoon ervaren. Ik zit maar te zoeken, hè, zo van hoe kun je de inzichten die er nu al zijn, hoe zou je die nu al kunnen delen? Werkt dat of zeg je nee, dan moet je gewoon echt in het veld, in het land moet je dat doen? Nou ja, waar we bijvoorbeeld van het jaar mee kwamen met in potten planten. Hij zegt, joh, je moet regelmatig, het komt ook voorbij op beeld, ja, regelmatig een pot omdraaien. Kijk naar de wortels. Zie wat er gebeurt. Ja. Hoe vochtig is het? En ja, wij zijn nog niet gewend op een reguliere teelt om daar zo naar te kijken. En nu ga je dat wel doen. En denk je, ja, dat is een ander inzicht. Ja, die krattenteelt los van de grond, die heeft wat dat betreft natuurlijk zijn eigen kenmerken. Dus er werd net even een vraag gesteld, dat was geloof ik aan Wouter ook, over holbollenteelt op water. Ja. Nou ja, ik zou daar in die zin wel een antwoord op hebben. Dat als je als een normaal bollentelen in de grond die we kennen, die grond is eigenlijk een hele grote buffer. Mm-hmm. Voor van alles en nog wat. Dus de grond die hier om dit gebouw heen ligt, bijvoorbeeld mooie zandgrond aan de kust. Hele grote buffer, vocht, temperatuur, meststoffen, bodemleven. Van alles en nog wat zit er voldoende, maar niet te veel in. En dan gaat er een hele hoop vanzelf goed. Niet alles, maar wel veel. En als je op die kratten gaat telen, dan is dat ineens anders. Want dan is die aanvoer van water er niet en die meststoffen die zijn er niet, enzovoorts, enzovoorts. Dus je moet veel meer gaan sturen. En dat is op die waterbroei, of die, nou ja, niet broei dan, maar teelt op puur water, is dat eigenlijk nog erger. Dus dan luistert het allemaal nog veel nauwer om het precies goed te doen. Ja. En daarmee zeg je dan eigenlijk, hè, dus even proberen die vraag weer terug te halen van, is het een optie? Nou, in theorie wel, maar hij is reuze ingewikkeld. Nou, en misschien nu nog niet. Nee. Maar misschien als we in kratten telen, tot dat later wel een optie kan wezen. Ja. Dus komen dingen binnen bereik, hè, hopelijk of waarschijnlijk, die dat nu nog niet zijn. Doordat je stapjes zet, kom je steeds dichterbij. Hè, die grote stap die je nu nog niet in één keer kan zetten, zo gezegd. Ja, ja. Ah, mooi. Ja, in mijn hoofd zit elke, we hebben het over stapjes en zo en over sprongen. Zo, hè. Een sprong zou je kunnen zeggen is 3 stappen of zo misschien. Dus je hoeft niet te springen als je wel die stappen of zo zet. Een onderwerp, en hij komt niet in de vragen. Hij zit in onze stellingen. We hebben nog 5 minuten, dan gaan we afronden. Dan hebben we ons uren vol geïnformeerd, zou ik zeggen. Vol gepraat en gekeken en geluisterd. Maar we hebben harder voor het geval er weinig of geen vragen zouden zijn, een aantal stellingen voorbereid. Een aantal daarvan hebben we al aan bod gehad, maar 1 van die stellingen nog niet. Dus als ik stelling 2, waarvan de heren technici in beeld mag. En die gaat over de betalingsbereidheid, zou je kunnen zeggen. Stel nu dat het niet lukt, hè, om opbrengst te verhogen of kostprijs zo ver naar beneden te brengen dat het concurrerend is ten opzichte van de manier waarop we nu hier zitten telen. Is het dan volgens jullie denkbaar dat die afnemer, hè, of dat dan, nou ja, uiteindelijk is het altijd natuurlijk de eindafnemer, maar dat er onderweg in die keten meer voor betaald gaat worden?
die keten zit ook voor een deel ook in, doet mee in dit project. Hè? Dus het gaat hier ook over van, mag het meer kosten, kan het? Hoe kijken jullie daarna? Hebben jullie daar een opvatting over, Peter? Laat ik zeggen, als er sprake zou zijn van volkomen residuvrije bollen, maar wat te noemen, ja, dan zou dat natuurlijk een pluspunt kunnen zijn voor een aantal handelskanalen. Ja. En ook als de kwaliteit heel goed is en heel betrouwbaar heel goed is, vergeleken met nu, want in de huidige teelt zijn natuurlijk wel eens wat kwaliteitsproblemen, ja, dan zou dat ook wel een pluspunt kunnen zijn. Dus als we en een beter product hebben en het is bovendien ook nog residuvrij, dan zou ik zeggen, waarom zou dat niet kunnen? Ja. Dus dat is dan eigenlijk wel een reële optie. Dat is eigenlijk gewoon hoe het nu ook werkt. Hè? Dus een beter product is meer geld waard. Ja. Ja. En dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Dus dan mag het misschien ook al iets meer kosten. Daar zit dan misschien iets die ruimte nog in. Zo zou je erover kunnen denken, ja. Ja, ja, liever houd je, snap ik. Ik snap hoe je over die marges denkt, hè, waar je die liever houdt. Maar nou, er zit misschien iets ruimte erop. Kijk jij daar ook zo? Nou ja, kijk, uiteindelijk bepaalt de markt vanzelf wat iets waard is. Ja. En wij kunnen wel denken, ja, maar als het dan biologisch geteeld is, dan zullen de mensen er meer voor over hebben. Maar ja, je moet altijd concurreren met andere producten. En misschien ook hyacinten die op de reguliere manier geteeld zijn. Dus ik zou daar wel voorzichtig in wezen van, jongens, hoeveel meer mag het kosten ten opzichte van wat het meer gaat kosten? Even kijken of ik jou goed begrijp. Het mag misschien iets meer kosten, maar het moet niet veel meer gaan kosten. Zoiets zeg je dan, ja, ook, hè? Ja. Ja. Dus beter, hè? En dat is ook sowieso beter voor je eigen portemonnee. Beter kost het niks meer en levert het wel iets meer op. Maar ergens, jij bent misschien dan benadrukt ook de andere kant, hè, van waar je invloed op hebt is op je teelt en de kosten die je daarin maakt. En op de prijs die een afnemer bereid is te betalen, heb je misschien minder invloed. Daar heb je minder invloed op. Geen, nou ja, goed. Dat is dan dat is marktwerking. Ja, exact, ja. Nou, volgens mij is het goed om dit perspectief ook over de jaren heen ook te blijven volgen. Zo van, ontstaat er nou in die markt toch een bepaalde trekkracht? Of lukt het om dit product met meer overtuiging of beter in die markt te zetten? Dan zit daar misschien ruimte. En anders zijn we ook daar voorzichtig en zeggen we, nou, het zou kunnen, maar laten we eerst maar eens kijken wat we op ons eigen erf, in onze eigen schuur en in de grond nog kunnen doen met elkaar. Voordat ik ga afronden, zou mijn vraag aan jullie zijn, is er iets wat nog niet door jullie zelf of door anderen aan de orde geweest, of je zegt, dat wil ik echt nog meegeven aan de mensen thuis? Nu of later? Rob, heb jij nog uitsmijters of dingen waar je zegt, daar wil ik nog een uitroepteken of een streep onder zetten? Nou ja, Piet die zei het al, dat hij in de veredelingscombinatie Marktglorie zit. En we zijn nu de proef aan het doen met hele oude soorten. Onze top 10 zijn allemaal hele oude soorten. En dat is wel een nadeel om ergens met eigenschappen ergens in te kruisen, zodat we snellere stappen kunnen maken. En dat is de handicap van de hyacint, vind ik. Ja. We hebben, laten we zeggen, maar tot 2030. Ja, dat is zo'n uitdaging. Dat kennen we met ons huidige sortiment. Ja, we gaan aan iets sleutelen wat al de eigenschappen heeft. En dat is jammer. Dus ik hoop dat er nog nieuwe technieken komen, waardoor we op een betere manier kunnen veredelen en gericht op bepaalde eigenschappen kunnen kruisen. Oké, okay. Nou, mooie toevoeging. Nou, dat is eigenlijk een heel andere ingang natuurlijk. Ja. Dus, ja. Voor jou, Peter, nog uitsmijters of boodschappen die mensen mee moeten nemen naar huis? Nou, ik heb er niet direct één paraat, nee. Oké, zou ik zeggen, dan is het meeste waarschijnlijk gezegd. Op mijn schema staat het dat ik nu in het kort samenvat wat er in de afgelopen 55 minuten gebeurd is. In heel algemene zin lukt dat natuurlijk altijd. Maar ik zou eigenlijk toch vooral willen verwijzen naar het bericht wat we morgenochtend hopen uit te doen, waarin we de hoofdlijnen van wat hier gedeeld is nog een keer teruggeven, waarin we ook het filmpje zoals dat ergens in het begin vertoond is nog terug laten zien. En ik ben toch zelf de leek die ik ben, maar wel met een positief gevoel, denk ik, rijd ik zo huiswaarts op tijd voor de avondklok. Want ondanks dat we hier met wel overwogen voorzichtige mannen hebben gesproken, heb ik toch ook wel enig optimisme of enthousiasme wel gezien. Dus dat, in ieder geval dat, als het gaat over wat, we zijn weer met iets bezig, we ontdekken weer nieuwe dingen. Piet zei het ook al, en dat is ook interessant. Volgens mij doet het ook een appel, op je vakmanschap.
Dus dat je daarmee, zeg maar, ja, dat sleutelen aan je bol en aan je teelt, dat is ook iets wat gewoon gaaf is om te doen, volgens mij. Ja, nee, absoluut. Ja. Absoluut. Dus ik weet niet hoe dat voor jullie thuis overkomt, maar dat enthousiasme heb ik hier wel gevoeld en geproefd. Dus ik hoop jullie thuis ook. Dank jullie, dank Peter, dank Rob, blijf rustig hier staan, dat jullie eerste ervaringen met ons wilden delen. Ik denk, ik zei het al, hè, we gaan dit wel volgen de komende jaren, dus we komen ook nog wel op enig moment wel terug. Misschien op deze manier, misschien mag het intussen weer anders. Kunnen we ook eens echt kijken hoe dat eruit ziet. Maar we gaan hier nog meer over horen, als het aan ons ligt. En ik denk ook als het aan jullie ligt. Als er nog vragen zijn van mensen thuis, nu of later, en die komen binnen op de chat, gaan we die op een nette manier afhandelen. Dus van een antwoord proberen te voorzien. Voor die mensen die zich hebben aangemeld, die krijgen van ons nog een berichtje met een aantal evaluatievragen. Dus dat is ook goed voor ons. Kunnen wij ook weer van leren van, doen we dit de volgende keer zo of net weer iets anders. En heel deze uitzending, dus heel het uur wat we nu onderweg zijn, dat wordt, ik denk ook, dat zal ook morgen zijn, misschien nog vannacht, wordt ook op YouTube geplaatst. Dat kunnen jullie vinden. We zullen dat ook delen via de sociale media van de Greenport, Duin en Boldenstreek, van de KVB en van Wageningen University. Dus op allerlei manieren, als je het nu niet hebt kunnen volgen, kan dat later alsnog wel. En dan wil ik nogmaals jullie en ook Piet en Wouter, heel ver uit ons zicht, danken voor jullie bijdrage. Dank jullie dat jullie het afgelopen uur bij ons geweest zijn. En vanuit Hillegom, waar het intussen donker geworden is, zou ik zeggen een fijne avond en tot een volgende keer.